Dit is Penosa, het bordspel. Speluitleg. Dit spel is geschikt voor spelers van 16 jaar en ouder. Je kunt het spel spelen met 2 tot 4 spelers en het duurt ongeveer 45 minuten. Spel in het kort. Met het spannende spel stap je regelrecht in de criminele wereld van de tv-serie Penosa. Je krijgt 10 pakketjes in je schoot geworpen. Door je pakketjes steeds op het juiste moment aan te bieden op de markt, kun je veel zwart geld verdienen en een crimineel netwerk opbouwen. De speler die aan het eind van het spel het meeste geld heeft witgewassen en dus het verst is gekomen op de scorebaan van het speelbord, is de winnaar. Spelmateriaal. Dit spel bevat een uitklapbaar speelbord. 4 pionnen, de kogels. 1 rechercheur. 90 biljetten zwart geld. 4 checklisten. 20 marktkaarten. 76 personeelskaarten, 2 dobbelstenen, 60 pakketjes en 1 munt. Voorbereiding. Om met het spel te kunnen beginnen, klap eerst het speelbord uit en leg deze midden op de tafel. Schud de marktkaarten en leg ze gesloten op het speelbord op het vakje markt. Sorteer de kaarten van de runners en de witwassers op prijs en leg deze open op de bijbehorende zijvlakken van het speelbord. Schud de huurlingen en leg ze gesloten op een stapel naast het speelbord. Leg ook de 2 dobbelstenen, de munt en de rechercheur klaar. Alle spelers kiezen een kleur pion en zetten deze op het startvlak. Iedere speler ontvangt 10 pakketjes, 150k zwart geld en een checklist. Iedereen kiest vervolgens een combinatie van 2 personeelskaarten van 250k om mee te beginnen en legt deze open op tafel voor zich neer. De speler met het meeste contante geld op zak is de startspeler. Toelichting personeelskaarten. Er zijn 3 soorten personeelskaarten die je kunt kopen. Een runner, een witwasser en een huurling. Runner. Een runner bezorgt je elke beurt pakketjes. Afhankelijk van het soort runner krijg je een aantal pakketjes binnen. Bij goedkope runners ontvang je 1 pakketje en bij de duurste ontvang je per beurt 4 pakketjes. Hoe meer runners je hebt, hoe meer pakketjes je iedere beurt ontvangt. Als je tijdens een ronde een runner koopt, krijg je vanaf je volgende beurt nieuwe pakketjes. De runners die je hebt gekocht blijven het hele spel bij jou liggen. Witwasser. Je uiteindelijke doel is vooruit te komen op het speelbord. De scorebaan geeft naast de stappen ook de totale hoeveelheid witgewassen geld aan. Iedere witwasser kan het aantal aangegeven vakjes witwassen. Dus met de goedkope witwassers mag je maximaal 1 stap per beurt vooruit op de scorebaan. Witwassers worden gecombineerd. Als je bijvoorbeeld 2 witwassers hebt van 1 stap en 1 van 4 stappen, mag je in je beurt maximaal 6 stappen vooruit op de scorebaan. Witwassers die je hebt gekocht blijven het hele spel bij jou liggen. Huurling. Huurlingen zijn personen die eenmalig een bijzondere dienst voor je kunnen verrichten. 2 voorbeelden. De boekhouder zorgt ervoor dat je 4 stappen gratis kunt witwassen. Door het inhuren van de kale ontvang je van elke speler 2 pakketjes. Een huurling mag je altijd inzetten, ook als het jouw beurt niet is. Nadat je een huurling hebt ingezet, gaat hij weer terug onder de stapel. Je mag maximaal 5 huurlingen in bezit hebben. Je mag in jouw beurt huurlingen wegdoen zonder ze te gebruiken. Spelverloop. Checklist. De speler die aan de beurt is, kan in zijn beurt 5 acties uitvoeren die staan beschreven op de checklist. De eerste 2 acties zijn iedere beurt verplicht. Dus het ontvangen van pakketjes en het dealen. Het rippen, uitbreiden en witwassen zijn optioneel. Als je in je beurt al je acties hebt uitgevoerd, gaat de beurt naar de volgende speler. Deze heeft de keuze uit dezelfde 5 acties. Het spel gaat door totdat de laatste marktkaart is gespeeld. Ontvang pakketjes. Elke beurt ontvang je zoveel pakketjes als staat aangegeven op je runners. Dus als je bijvoorbeeld 2 runners hebt van plus 1 pakketje en 1 runner van plus 4 pakketjes, ontvang je elke beurt 6 pakketjes. Probeer jouw pakketjes altijd zoveel mogelijk te verbergen voor je medespelers, zodat ze niet kunnen inschatten hoeveel pakketjes jij hebt. Als je vergeet een pakketje te pakken in jouw beurt, dan is dat pech. Je mag het later in het spel niet alsnog pakken. Dealen. Om je pakketjes om te zetten in zwart geld, moet je deze dealen op de markt. Je probeert voor je pakketjes natuurlijk zoveel mogelijk zwart geld te krijgen. Dit kun je vervolgens investeren in personeel. Je kunt ook besluiten om je geld wit te wassen, om verder te komen op het speelbord.
De speler die aan de beurt is, draait de bovenste marktkaart open op de waardestapel. Daarop zie je de prijs die je kunt verdienen per pakketje. Je moet met je medespelers uitmaken wie voor deze prijs zijn pakketjes mag verkopen. Dit gebeurt door middel van bieden. Alle spelers pakken verborgen uit hun voorraad het aantal pakketjes dat ze willen inzetten. Iedereen houdt deze in een gesloten hand naar voren boven het bord. Als alle spelers hebben besloten hoeveel ze willen inzetten en hun hand naar voren hebben, pakt de speler die aan de beurt is de munt en tost hem. Low. Als de munt low laat zien, gaat de deal naar de speler die het laagste aantal pakketjes biedt. Als je niets kunt bieden, dan pas je automatisch. High. Als de munt high laat zien, gaat de deal naar de speler die het hoogste aantal pakketjes biedt. Iedereen opent tegelijk zijn hand, waardoor zichtbaar wordt wat iedereen heeft geboden. De speler die voldoet aan de vraag van de munt, wint de bieding. Hij levert zijn pakketjes in en krijgt voor elk pakketje de marktwaarde in zwart geld. De speler die de deal heeft gewonnen mag de rechercheur een anonieme tip geven. Hij zet de rechercheur op een van de personeelsleden van zijn medespelers. Doordat de rechercheur dat personeelslid in de gaten houdt, kan de speler hem niet gebruiken. Dit verandert zodra de rechercheur een andere tip krijgt. Let op, huurlingen hebben geen effect op een personeelslid waar de rechercheur op staat. En als een speler maar één runner heeft, mag daar geen rechercheur op worden gezet. Gelijkspel. Als meerdere spelers het winnende bod hebben gedaan, doordat ze hetzelfde aantal pakketjes bieden, wint de speler die op dat moment aan de beurt is. Zit degene die aan de beurt is er niet bij, dan gaat de deal niet door. Geen voorraad. Als je een pakketje hebt, moet je minimaal één pakketje inzetten. Wanneer je geen voorraad meer hebt, mag je eventueel fake meebieden of passen. Rippen. Rippen is pakketjes stelen van je medespelers. Rippen bestaat uit twee fases. Als je ervoor kiest om te rippen, dan wijs je hiervoor een medespeler aan. Je geeft aan hoeveel je wilt rippen. Dit mag maximaal 5 pakketjes. Je betaalt voor ieder pakketje 25k. Fase 1. Het tegenbod. De speler die geript wordt mag één tegenbod doen om de speler die gaat rippen te laten afzien van de rip. Een voorbeeld. Een tegenbod bij een rip van 3 pakketjes voor 75k zou bijvoorbeeld kunnen zijn: jij mag 3 pakketjes hebben voor 100k en een huurling. Let op, er mag maar één tegenbod worden gedaan. Er mag dus niet worden onderhandeld. De speler die wil rippen mag akkoord gaan met het bod. Als het tegenbod wordt geaccepteerd, worden de goederen uitgewisseld tussen de spelers. Als het tegenbod niet wordt geaccepteerd door de speler die wil rippen, ga je door naar fase 2, het dobbelen. De speler die gaat rippen betaalt nu het zwarte geld van 25k per pakketje aan de pot en start de rip. Hij gooit met 2 dobbelstenen. Vervolgens pakt de speler die wordt geript de dobbelsteen met het laagste aantal ogen en probeert nu hoger te gooien dan de dobbelsteen die nu nog op tafel ligt. Als de speler die wordt geript gelijk of hoger gooit, mislukt de rip en ontvangt de speler die rip niets. Als de speler die wordt geript lager gooit dan de speler die ript, is de rip geslaagd en ontvangt de speler die heeft geript het aantal pakketjes waarop hij had ingezet. Als de speler die geript wordt niet genoeg pakketjes heeft om uit te betalen, geeft hij zoveel als hij heeft. Uitbreiden. In je beurt kun je runners, witwassers of huurlingen aanschaffen. De kaarten die je hebt gekocht leg je open neer op tafel. Dit geldt niet voor de huurlingen. Deze houd je verborgen. Witwassen. Als je een witwasser hebt, kun je zwart geld laten witwassen. Iedere stap kost 25k zwart geld. Als je aan de beurt bent, kun je zoveel stappen vooruit lopen als staat aangegeven op je witwassers. Als je bijvoorbeeld 3 stappen witwast, kost dat 75k. Einde van het spel. Als alle marktkaarten op zijn, is het spel bijna afgelopen. De spelers mogen nu eerst om de beurt al hun huurlingen uitspelen. Hiermee kun je nog wat stappen vooruit zetten op het speelbord of je pakketjes verdelen over je medespelers. Als iedere speler zijn huurlingen heeft uitgespeeld, wordt er gekeken hoeveel pakketjes iedereen nog heeft. Voor elk pakketje dat je niet hebt kunnen verhandelen, sta je in de schulden. Je betaalt de laatst opengedraaide marktwaarde terug aan de pot, zoveel als je kunt. Als je niet genoeg hebt, moet je voor elk pakketje dat je niet hebt kunnen aflossen, 1 stap terug op de scorebaan. Voorbeeld. Als laatste mag je al je overgehouden zwarte geld witwassen. Hierbij hoef je geen rekening te houden met de witwassers die je hebt gekocht. Witwassen kost nu wel extra. Geen 25k, maar 100k per stap. Als alle spelers dit hebben gedaan, is het spel afgelopen.
De speler die nu het meeste geld heeft witgewassen is de winnaar van het bordspel Penosa.